was toen een hele nieuwe wijk die gebouwd werd. Plus dat het centrum eigenlijk meer hier naartoe zat. En meer waar nu de oude Albert Heijn zit, daar was eigenlijk het centrum van Rotterdam. Hallo, ik ben Gül. Welkom bij Sinaak Noord. Rood Jong in de SP deed onderzoek bij Zatkin. Naast mij staat iemand van Jong SP en die hebben onderzoek gedaan naar Zatkin-studenten. Ik ben wel benieuwd, we gaan even een aantal vragen stellen. Wat was precies jullie doel met dat onderzoek? We weten trouwens Rood Jong in de SP. Oké, Rood Jong in de SP. Vorig jaar, een van onze leden vorig jaar, die zat op een mbo. En die heeft heel veel dingen gemerkt, dat een paar dingen niet klopten, dat leraren waren die niet goed opgeleid zijn. En die merkte ook dat heel veel van zijn klasgenoten klachten hadden en hij besloot daar wat aan te doen. Dus die is een onderzoek begonnen naar de Zatkin-scholen in de stad. En we hebben vorig jaar honderden klachten van leerlingen hebben verzameld. En daar hebben we een rapport van gemaakt, hebben gepresenteerd aan de commissie van de gemeente die over onderwijs gaat. En aan de hand daarvan heeft het bestuur van Zatkin een aantal beloftes gedaan. En nu zijn we een jaar later teruggekomen om te kijken of dat ze die hebben waargemaakt. Oké, en wat zijn jullie bevindingen? Gaat het beter? Er zijn een aantal dingen verbeterd. We horen van best veel leerlingen dat er bijvoorbeeld minder grote gaten zitten in hun roosters. Wat vorig jaar een groot probleem was. Dus dat leerlingen 's ochtends 2 uur les hadden en dan pas weer om 4 uur 's middags. Ja. Qua leraren verschilt het heel erg per opleiding. Of dat die goed zijn of niet, merken we. En verder zijn er nog heel wat klachten. Hebben jullie bij hun, bij de leraren ook om een reactie gevraagd? Daar zijn we altijd naar op zoek. Alleen zijn er maar een paar die er ook open voor staan, die erover willen praten. En we komen ze ook niet zo vaak tegen. Dus het aantal leraren dat we hebben gesproken is nog niet groot genoeg om conclusies te trekken, vinden we. Okay. Als jij zelf hier zo voor Zatkin staat en het onderzoek wat je binnen hebt gedaan, wat was jouw persoonlijke idee van deze school? Dat er heel veel dingen beter kunnen. Dat er niet genoeg leraren zijn. We hoorden dat er klassen zijn van 30, 35 leerlingen. Dan is het gewoon moeilijk voor een leraar om iedereen genoeg aandacht te kunnen geven. Daarnaast denk ik dat de organisatie gewoon te groot is. Er zijn 2 verschillende besturen. Je hebt een afdelingsbestuur, je hebt een algemeen bestuur. En als wij met ze proberen te praten, dan sturen ze ons van de ene afdeling naar de andere. En uiteindelijk is er niemand die duidelijke verantwoording kan afleggen waar we vragen aan kunnen stellen. Als het gaat om de hele organisatie Zatkin, dan denk ik gewoon dat het te groot is. En daarom zijn we blij dat de scholen, als het goed is, opgedeeld gaan worden in kleinere organisaties. Dus hopelijk komt dat te goed aan het onderwijs. Is dit ook jullie specialiteit? Hebben jullie vaker onderzoek binnen onderwijsinstellingen gedaan? Nee, dit is onze eerste. Of ja, vorig jaar was onze eerste. En nu het vervolgonderzoek daarop. Daarnaast zijn we het afgelopen jaar ook bezig geweest met een actie op middelbare scholen voor het behoud van studiefinanciering. We merkten dat er vooral eindexamenleerlingen, die waren nogal bezorgd of dat zij nog wel konden gaan studeren of niet. En in Rotterdam hebben we tot nu toe 8 scholen gehad die zich officieel, dus de schoolleiding, is officieel uitgesproken voor het behoud van studiefinanciering. Ik doe nu een bachelor op de Erasmus Universiteit en daarna zou ik graag nog een master willen doen. Hoe zijn jouw docenten op school? Hoe ervaar je jouw opleiding? Het verschilt. Het verschilt echt heel erg per docent, maar ik zou niemand een onvoldoende geven. Ze zitten leraar die goed genoeg zijn en er zitten geweldige docenten tussen. Jullie komen op voor de arbeiders. Een poëet. Gedichten en gedachten, gedachten goed opgeschreven, ach je wilt ze graag. Maar helaas, de magneton, de zwarte aanbaklaag, bacteriënplaag, dat wordt schrapen. Koelkast ontdooid, nu alweer. Leeghalen, ach de kaas beschimmeld. Schrobben, reinigen, aardappels, jassen, boodschappen, onderbroeken, sokken, anders lopen kriebel, krabbel, beestjes ermee weg. Kapsalon en groenteman, bestaan ze eigenlijk nog? Buren zijn banaal vertrokken. Eigenaardig alleraardigst winkeltje is niet meer. Ach, dat vrouwtje overleden. Ja, je kent ze wel. Gedichten en gedachten, een compleet aangename wereld. Pas op, waarschuw dochter. Straks word je een excentrieke zonderling. Zeldzaam, curieus, je weet wel. Ach, denk ik stilletjes bij mezelf. Is dat zo'n vreselijk slecht idee? Wat zegt ze nou? Of je ook uit het oude Noorden komt. Ik weet niet wat je zegt. Dan gaan we nu naar onze serie over ondernemers. What's that they told you about a book and a cover? Don't
Voor de serie Ondernemers in Noord zijn we te gast bij Vincent Hummelman. En Vincent heeft een kantoor boekhandel. Vincent, hoe lang heb je de zaak al? Ik sta hier vanaf zaterdagen in wezen zo erin gelopen vanaf mijn 16e, 17e jaar al. Dus, en dat is liefelijk steeds meer dagen geworden hier in de week. En ik denk dat ik het vanaf 1999 ongeveer al, is het mijn eigendom. Dus heb ik het overgenomen van mijn vader. En is hij die winkel zelf begonnen? Nee, mijn opa is het in 32 is hij hier zo gestart. Hij was al eerder gestart in de Middellandstraat. Dus toen werd dit gebouwd. Dus, en toen is hij hier begonnen met zijn winkeltje. En heeft hier dus de oorlogsjaren heeft hier ook zelfs nog gedraaid gewoon. Heeft hier een bibliotheek, een leesbibliotheek gehad. Dus want ja, heel veel spullen waren er in de oorlogstijd niet. En ja, mensen lazen dus wel in die periode. Dus dat was wel heel leuk. Mijn vader daarentegen vond dat niks. En die heeft de leesbibliotheek er zo weer uitgegooid. De leesbibliotheek was natuurlijk ook heel bewerkelijk, denk ik. Ja, heel veel werk inderdaad. Boeken kwamen beschadigd terug, dus je moest dat weer helemaal repareren. De mensen die veel lazen natuurlijk, daar moest je weer nieuwe boeken voor inkopen. Dus ja, het was niet erg rendabel. Maar ja, voor die tijd was het geld wat binnenkwam. Dus ja, elke klant was er op dat moment eentje. Geldt trouwens nu nog zo, hoor. En toen heeft je vader hem overgenomen, heeft de leesbibliotheek weggedaan. Ja. Maar heeft hij de winkel ook uitgebreid toen? Nee, de winkel was toen meer gescheiden tussen kantoorartikelen. En hierachter nog een heel gedeelte met speelgoed wat wij toen hadden. Dus en ja, op een gegeven moment kwamen de Intertoys, de Bart Smits, de grote speelgoedzaken kwamen. En toen was de kleine speelgoedzaak, ja, dat was niet voldoende aanbod meer wat er toen in was. Dus dat er hier heel veel ruimte in beslag nam, al het speelgoed. Grote autootjes van dat kaliber. En ja, toen hebben we op een gegeven moment, heb ik ook gezegd van nou ja, dit moeten we niet meer doen. We moeten ons gaan specialiseren op kantoorartikelen. En toen was je vader, werkte nog in de zaak? Ja. Hij werkt nog steeds werkt hij af en toe in de zaak. Dus ja, draait hij hier zo nog mee. Hij is inmiddels 73. Dus ja, hij kan absoluut niet alle dagen hier meer werken. Maar hij vindt het wel leuk om af en toe nog wat dagen gewoon mee te draaien hier zo. Dus, en weet je waarom je vader voor Noord heeft gekozen? Ja, mijn opa heeft voor Noord gekozen natuurlijk. En het was toen een hele nieuwe wijk die gebouwd werd. Plus dat het centrum eigenlijk meer hier naartoe zat en meer waar nu de oude Albert Heijn zit, daar was eigenlijk het centrum van Rotterdam. En daar zaten de grootwinkelbedrijven. Dus hij zat niet heel ver van het centrum wezen vandaan. Het centrum later is opgeschoven. Dus, maar ja, dit bleef gewoon een hele nette en gerespecteerde wijk. En zijn ze ook hier komen wonen? Ja, ze hebben hier boven gewoond. Destijds was hier nog een heel klein trapje hier aan de achterkant naar boven toe, naar de woning. Dus op een gegeven moment is dat natuurlijk ook dichtgemaakt. Dus, maar als je hier de wanden hier weg zou halen, zou je hier nog aansluitingen voor een douche bijvoorbeeld tegenkomen. Dat zit hier allemaal nog gewoon. Is het wel leuk om hier een winkel te hebben? Ja, vind ik wel. Ik vind de leuke wijk hier zo nog steeds Blijdorp. Dus het is toch wel een klein dorpje wat je hier nog steeds... Een hoop mensen kennen hier elkaar natuurlijk. Dus, en dat vind ik toch wel heel erg grappig van Blijdorp nog steeds. Het is alleen jammer dat de winkelstand wat achteruit loopt op dit moment. Dus maar ja, ik hoop dat het gewoon terug gaat komen. Zijn er nou nog veel van dit soort specialistische zaken in Rotterdam? Nee, eigenlijk is het bijna op één hand te tellen wat hier nog zit. Ik heb een hele goede collega, Rembrandt, op de Oude Dijk in Kralingen. Die een soort gelijke winkel heeft zoals ik heb. En dan houdt het eigenlijk een heel klein beetje op. Er zitten nog wat bedrijfsmatige kantoorvakhandels. Die zitten nog wel om en in Rotterdam. Maar echt op de consument gericht heel erg weinig. Mijn assortiment groeit daardoor alleen maar. Omdat ja, ik krijg een hoop vragen van bepaalde artikelen die ik dan nog niet hier zo heb staan. En dat neem ik dan alsnog maar weer erbij in mijn assortiment. Wat is er nou het laatste jaar erg, of de laatste jaren, vooral bijgekomen? Mijn assortiment in de agenda's breidt weer uit. De losbladige agendasystemen, ondanks het digitale tijdperk, ja, komt dat weer helemaal op. En ik heb hier een hele wand inmiddels alweer vol staan met agenda's in allerlei leuke kleurtjes. En mensen vinden toch wel weer het papier terug, kennelijk. Dus daar zie ik een hele uitbreiding ineens weer inkomen. En als je nou nadenkt over de toekomst, waar sta je dan over 5 jaar?
Heel moeilijk om te zeggen. Het is heel grillig momenteel wat er in de kantoorvakhandel gebeurt. Een hoop, in wezen is het krimpende, de hele markt van kantoorartikelen. Al moet ik zeggen, ik ga tegen de stroming in. En ja, mijn omzet en mijn assortiment breidt alleen maar uit hier zo. Dus misschien omdat ik wel een van de laatste ben die nog een behoorlijk assortiment kan aanbieden. Dus, maar hoe ik over 5 jaar erbij sta, ik weet het niet. Ik hoop dat ik nog gewoon zo erbij sta, zoals ik nu sta. Een boottocht op de rotte. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Nou, dat was het weer. Vergeet niet op onze website, Facebook, Twitter, YouTube te kijken. Als u zelf een filmpje heeft, kunt u uploaden via www.rotterdamnoord.tv. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.